Het is donderdag 12 juni. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Erik Staal, oud-topman van Vestia, geeft vooral anderen de schuld van de financiële malaise bij de woningcorporatie. Het meidenvoetbalteam van de Mandela School in het zonnetje gezet. En Deelderiaanse toestanden bij Poetry International in Rotterdam. En alvast kort het weer van Ed Aldus. Vrijdag begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag gaan er nog meer stapelwolken ontstaan dan vandaag. De temperatuur komt uit op ongeveer 22 graden. De meeste zon opnieuw langs de kust. Het blijft overal droog en er waait slechts een zwakke tot matige noordwestenwind. Graag tot zometeen. Op de vijfde dag van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties moest voormalig topman Erik Staal van Vestia zich verantwoorden. Erik Staal, geboren in 1951, is sinds 1999 directeur van Vestia, de woningcorporatie met huizen in onder meer Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Onder Staals leiding groeit de corporatie uit tot de grootste van Nederland. Voor corporaties is het helder. Staal wordt omschreven als vernieuwend en eigenwijs. Lange tijd is Vestia erg succesvol en geldt de corporatie zelfs als voorbeeld voor andere corporaties. Staal is zakelijk, snel en zelfverzekerd. En dat laatste is misschien wel zijn grootste valkuil. Eind 2011 staat Vestia op het randje van faillissement. Door speculeren met financiële producten leidt Vestia een verlies van ruim 2 miljard euro. Renovatieprojecten worden uitgesteld en nieuwbouwprojecten gaan niet door. Erik Staal krijgt bij zijn vertrek in 2012 tot grote verontwaardiging 3,5 miljoen euro mee. En de parlementaire enquête die vond plaats in Den Haag en die is gevolgd door onze verslaggever Justus Kooijman. Justus, er is lang uitgekeken naar dit verhoor. Heeft Staal ook het boetekleed aangetrokken voor de bijna ondergang van Vestia? Nee, absoluut niet. Het was een hele moeizame middag waarin er eigenlijk heel weinig duidelijke antwoorden kwamen. Een duidelijk ja of nee op vragen kwam er eigenlijk nooit. Erik Staal had het voortdurend, die weidde uit over wat er bijvoorbeeld allemaal wel goed is gegaan bij de corporatie. En dat Vestia lange tijd toch te boek stond als een hele betrouwbare corporatie die zijn zaakjes goed op orde had. Nou, die onduidelijkheid die leidde ook al snel tot grote irritatie, bijvoorbeeld op de publieke tribune. Er was op een gegeven moment een man die naar Staal riep, je bent een leugenaar, je draait eromheen, zeg nou eens wat er is gebeurd. Ja, en ook voor de commissieleden bleek het erg lastig om duidelijke antwoorden te krijgen. En misschien dat u uw eerste vraag nog even kan herhalen, want u heeft me even van me apropos gebracht door een tussenopmerking te plaatsen. Zal ik dan mijn vraag anders formuleren, meneer Staal? Nou, u mag hem op dezelfde manier formuleren. Ja, ik zal u vragen naar uw verantwoordelijkheid. Nou, ik heb graag dat u uw eerste vraag nog een keer stelt. Dan wil ik daar een compleet antwoord op geven. En meneer Staal, ik ga over mijn vragen. U gaat over de antwoorden. Ja. En ik wil u toch vragen om uw eigen rol en uw eigen verantwoordelijkheid in deze te belichten. Ja, maar u onthoudt mij nu de mogelijkheid om uw eerste vraag compleet af te maken. U ging helemaal uitweiden. Ik wil het over de feiten hebben. En dat er veel feiten zijn, dat is een gegeven. En u wil een compleet feitenonderzoek hebben. Daar ben ik het helemaal met u eens. We hebben ook net aan het begin van het verhoor aan u gezegd dat wij heel veel onderzoek hebben gedaan. We zijn meer dan een jaar bezig met dit onderzoek. We kennen heel veel feiten. En nu vragen we om een mening, namelijk... Wat is uw eigen verantwoordelijkheid in deze? Ik ben bestuurlijk verantwoordelijk voor Vestia. Nou, Justus, dat is duidelijk geen makkelijk vraaggesprek geweest. Verklaart Erik Staal zelf nog hoe dit allemaal zo is mis kunnen gaan? Nou, zelf heeft hij in ieder geval heel weinig fout gedaan. Althans, daar zegt hij niks over. Het is niet dat hij spijt betuigt of dat hij zegt, joh, dat had ik toch helemaal anders moeten doen. Vooral bij die financiële kwestie, die aanschaf van die derivaten, die financiële producten bij banken. Daarvan wijst hij vooral naar een collega, Marcel de V, wordt hij genoemd, de Vries. Hij was financieel specialist van Vestia en hij heeft in 2011, zo zegt Staal, ervoor gezorgd dat er enorme aanschaf is geweest van die derivaten. En toen is het eigenlijk zo uit de hand gelopen, zo zegt Staal. En hij heeft daar eigenlijk ook geen duidelijk antwoord voor. Nou ja, normaal zegt hij vooral de anderen de schuld. En zelf, nee, daar horen we eigenlijk maar heel weinig wat er nou precies is gebeurd en wat hij heeft gedaan. En Staal kreeg bij zijn vertrek miljoenen mee die Vestia nu terug wil hebben. Heeft hij daar nog iets over gezegd?
Ja, het ging over die 3,5 miljoen euro. Dat is een soort pensioenpremie is het. Het ging ook over zijn jaarsalaris van 500.000 euro. Het ging ook nog over zijn declaratiegedrag. Want hij heeft ook via de creditcard toch tonnen aan geld gedeclareerd. Ja, daarover zegt hij, ja, soms waren er dinertjes. Ik had een auto. We moesten soms vergaderen buiten de deur. Nou ja, hij probeerde het allemaal heel rustig uit te leggen. En over die vertrekpremie zegt hij, ja, dat was eerder zo afgesproken. En die raad van commissarissen die heeft daarmee ingestemd. Ja, dus achteraf is het misschien een beetje veel. Maar ja, dat was toen de afspraak. Nou ja, zo ging het eigenlijk heel de middag eraan toe. Dankjewel, Justus Kooijman. Morgen is één ding zeker. Begin van de avond wordt het stiller en stiller op straat. En zit een groot deel van ons land voor de buis. Voorbeschouwingen, de openingswedstrijd Brazilië-Kroatië, de nabeschouwingen, niets willen we de komende tijd missen van het WK voetbal. In de Schermerhoek, een van de flatgebouwen in Capelle aan den IJssel, zijn ze er al helemaal klaar voor. Milovia comes out of devotion. U wordt al aangemoedigd. Vanaf welke verdieping wordt u aangemoedigd? Van 10. Van 10. En het is totaal 14, hè? Ja, klopt. Ja, en jullie hebben meegedaan, hè, met de vlaggetjes? Ja, dat is gezellig, ja. Ze doen het een beetje zodat als er een WK komt, dan kunnen ze zich voorbereiden zodat het hier een beetje gezellig wordt in de flat. Ja, dat is in de buurt, hè. Als je met de buurt samen hoort, wordt het gewoon zo, hè. Hup, Holland, hup! Van 14 ongeveer. En dan gaan ze die vlaggetjes naar beneden laten. Dan gaan ze met iets eraan vastmaken. Dan gaan ze naar beneden hijsen. Dan trekken ze en dan gaan ze hem ophangen. Ik heb soms wel geholpen met vlagjes ophangen aan de palen. En het was best wel leuk ook. Als het heel erg waait, dan hoor je wel al de vlaggetjes wipperen. Zo, en dan gaan ze allemaal rondrijden, een soort van feest. Goed nieuws voor liefhebbers van een lekker vers haringtje. Vanaf vandaag is de enige echte Hollandse nieuwe weer te koop. En dus was het lekker druk bij de viskraam in Nieuw-Lekkerland. Zilveren goud uit de zee. Is dat zilver uit de zee? Het is voor ons weer de mooiste tijd van het jaar eigenlijk wel. Lekker druk, is toch ook wel fijn. De klanten vrolijk te zien met een lekker haringje. Hij is goed vet en ja, lekker. Ik heb er al genoeg op. Ik heb vanochtend al verschillende klanten gehad die er eentje kwamen opeten en na 5 minuten terugkwamen om er nog 5 mee te nemen. Dus dat is toch wel het bewijs dat ze goed zijn. Ja, en wilt u weten of die een beetje smaakte? Later deze uitzending meer. En straks Poetry International zet Jules Deelder in het zonnetje. Als ik morgen de pijp uit ga, dan kan ik terugzien op een welbesteed leven. Dat dan wel. Dat is duidelijk. Even een nieuw verflaagje aanbrengen. Dat is wat er de komende tijd gebeurt met de Maaslandkering bij Hoek van Holland. Maar door de enorme afmetingen van deze stormvloedkering is het een megaproject. Al van grote afstand is de renovatieklus te zien. Gigantische stijgers staan er tegen een deel van de Maaslandkering en een deel van de installatie staat al in de grondverf. Het bouwwerk is in 1997 officieel in gebruik genomen en moet nu opnieuw geschilderd worden. En dat is niet echt een simpel klusje. De Maaslandkering is zo hoog als de Eiffeltoren. Dus reken maar uit hoeveel er dan geverfd moet worden. Als je van de weg af kijkt, dan denk je, nou, hij ziet er nog goed uit, ziet er nog wit uit. Als je hieronder staat, dan zie je inderdaad daar boven en achter u, dan zie je donkere plekken. Ja, je ziet donkere plekken, je ziet alg aangroeien, maar je ziet ook reparatieplekjes al van waar de verf beschadigd was. Maar dit is de eerste keer dat hij helemaal opnieuw geschilderd wordt. En de verf zit er 23 jaar op. Dus het mag wel weer eens een keer. Hoeveel blikjes verf worden nu opengetrokken? Ik weet niet hoeveel blikjes het zijn, maar je kan er een Olympisch zwembad mee vullen als je dat zou willen. Dus er gaat heel wat blikjes verf door. Ja. Dus hoeveel liter hebben we het dan over? 300.000 liter ongeveer.
Hoe wordt dit nou gedaan? Is dat een kwastje en een potje verf? Dat is een kwastje en rollers. Ja, het wordt niet gespoten. Waarom niet? Dat is toch veel makkelijker, zou je zeggen? Ja, maar dan heb je veel verneveling van verf. En verf kost ook enorm veel geld. En om die lager echt goed op te brengen, moet je hem echt wel rollen. Het verven van de Maaslandkering kan alleen in de zomermaanden gebeuren. Omdat als in oktober het stormseizoen begint, de kering weer ingezet moet kunnen worden. Verwacht wordt dat de hele klus nog zeker 4 jaar gaat duren. De finalisten van het Stadsinitiatief voor Rotterdam zijn bekendgemaakt. Op 6 plannen kan gestemd worden. Zo is er het plan om de oude spoorbrug, de Hef, om te bouwen voor klimactiviteiten. Of er is het plan om bij de Steigersgracht te raften. Er kan ook gestemd worden op het idee om elke dag een confettikanon af te schieten voor het stadhuis. En er is ook nog een BMX-baan. Er is het plan Hart voor jouw wijk. En RR Roots Rotterdammers die kunnen tot en met 10 juli stemmen op hun favoriet. En voor de winnaar is 3 miljoen euro beschikbaar om het plan uit te voeren. Dan zegt u het maar. Nou, het is heerlijk, zacht. Heerlijk. Kostelijke smaak. Ja, het eerste oordeel is dus positief. Nederlands kampioen worden op het voetbaltoernooi van de Cruijffveldjes. En dan ook nog eens tweede op het wereldkampioenschap. De meisjes van de Nelson Mandela School in Rotterdam lukte dat. En daarbij past natuurlijk ook een mooie inhuldiging door oud-Feyenoordspeler Brian Pinas. Ze mochten absoluut niets weten, de meiden van groep 8 die kampioen zijn geworden. Met een smoesje werden ze naar het schoolplein gelokt. En daar wachtte een warm onthaal. En oud-voetballer Brian Pinas, die zelf uit de wijk komt, had een leuke verrassing. Ik vond het een hele bijzonder moment van mijn leven. Ik was heel ontzettend blij. Heel geweldig wat ze allemaal voor mij hebben gedaan. Of voor ons. Heel fantastisch. Dat heb ik echt niet verwacht. Ik dacht gewoon, we werden geïnterviewd. En dan komen we opeens bij te zien dat alles. Het voelt echt bijzonder dat iedereen hier voor je staat. We zijn bijna beroemdheden nu, hè? Yeah. Ja. De beker voor de beste voetbaltalentjes. Volgens Brian Pinas een bijzondere prestatie die andere kinderen in de wijk haast wel moet inspireren. We hebben het allemaal moeilijk hier. En we proberen overeind te blijven en overeind te komen. En als je dan door middel van sport toch wel voor een beetje ontspanning kunt zorgen, ja, dan is dat een heel mooi iets. En hopelijk stimuleert het kinderen om te blijven sporten. Ik zeg altijd, van je hobby kun je ook je werk maken. Het is al de tweede keer in een paar jaar tijd dat de Nelson Mandela School uit Rotterdam in de prijzen valt. Het geheim is denk ik het plezier wat ze hebben en wat wij ze proberen bij te brengen in sport, in respect voor elkaar. Winnen is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Je moet eerst plezier in sport hebben, respect voor de ander hebben. En als je dat om kan zetten in prestatie is het natuurlijk geweldig, maar ze trainen er ook heel hard voor. Zet ik een klein stukje op. Hij is prima. Ja, lekker? Ja, heerlijk. Wat maakt hem zo lekker? Ja, echt zo'n zoute geur, hè? Zo'n zeelucht. Een bewogen dag voor een stel meerkoeten in het Spinozapark in Rotterdam. De twee hadden dit voorjaar hun nestje gebouwd in een vijver bovenop een fontein die op dat moment buiten gebruik was. Maar de gemeente besloot de fontein weer aan te zetten, met alle gevolgen van dien. Het is een triest gezicht. Een van de meerkoeten probeert tegen beter weten in de gaten in het nest te dichten. Het leidt tot verontwaardigde reacties van buurtbewoners. En ook bij vogelklas Karel Schot. Een opvang die zich hard maakt voor vogels in de stad. Je ziet dat een groot deel van het nestmateriaal wegspoelt, maar dat die meerkoet toch probeert daar nestmateriaal op terug aan te brengen. Wat zegt dat? Dat zegt in ieder geval dat deze meerkoet deze locatie nog steeds als zijn nest beschouwt. Ondanks dat er dus al jongen rondzwemmen hier van dit paar. Meerkoeten kunnen in één zomer meerdere keren broeden. De eerste jongen zwemmen al vrolijk rond. Maar nu de waterstralen het nest verwoesten, lijkt de kans op een nieuwe leg klein.
In ieder geval moet er dus iemand van de gemeente eventjes kijken of er alternatieven voorhanden zijn voor deze meerkoeten. Als dat niet het geval is, dan zou mijn voorstel zijn om dit nest te sparen en de fontein uit te zetten. Dat is om te voorkomen dat straks jonge meerkoeten verdrinken in de stralen van de fontein. En dat advies wordt snel opgevolgd, want plotseling verschijnt een team van de gemeente om de fontein uit te schakelen. We hebben meldingen gekregen via ons systeem van omwonenden, van de mensen die in de buurt wonen. Er is een ploegje op afgekomen. Ja, die trof het, omdat we hier iemand aantroffen van vogelklas Karel Schot. En die adviseerde toch om de fontein uit te zetten. En ja, die mensen hebben dat gelijk gedaan. Ook de buurtbewoners zijn blij dat de fontein weer uit is. Nou, ik vond het triest, ik vond het zielig. Het was wel lekker weer, maar ik vond het toch zielig en om een hele dag onder de douche te staan. Dat is ook niet lekker natuurlijk. Ik zie vooral het mannetje heel fanatiek het nest herbouwen. Het vrouwtje komt af en toe ook even mee helpen. Ik denk dat ze straks, als het nest weer gerepareerd is, met z'n allen gezellig op het nest zullen zitten en zullen genieten van het zonnetje. En voor het sportnieuws staat Dennis van Eersel op de redactie. Dennis, het WK voetbal moet nog beginnen, maar het WK hockey nadert als een ontknoping. Ja, en het gaat goed met de Nederlandse teams. Zowel de vrouwen als de mannen staan in de halve finale daar in Den Haag. En de voetballers in Brazilië moeten dat nog maar eens zien te bereiken natuurlijk. Bij die mannenploeg trouwens een behoorlijke link met onze regio. Paul van As, de bondscoach, komt uit Rotterdam. En drie spelers zijn actief bij de plaatselijke hockeyclub Rotterdam. En het bereiken van die finale, dat lijkt toch wel een haalbare kaart te zijn. Ze spelen namelijk tegen Engeland. En dat team werd op de Olympische Spelen nog met 9-2 vernederd. Ja, dat is niet helemaal waar. Engeland is toch nummer 4 van de wereld en wij zijn vooralsnog nummer 3 van de wereld. Mochten we echt succesvol zijn dit toernooi, dan worden we wel nummer 1 van de wereld. Dus wat dat betreft, zo dicht zit het allemaal op elkaar. Maar we moeten ze niet onderschatten. En je wint niet zomaar van de nummer 4 van de wereld. De tegenstander ligt ons wel. We kennen ze door en door. Volgens mij hebben we de afgelopen 2-3 jaar meer dan 15 keer tegen ze gespeeld. Ook in oefenverband. Dus, ik denk wel dat we goed onszelf kunnen voorbereiden. Wij zijn in de breedte beter. Wij zijn dus op meerdere posities kunnen wij bovenliggend zijn. Dat is zeker waar. Maar je hebt gezien, alles moet wel kloppen, wil het eruit komen. En dat is natuurlijk de spanning. Hè. Daar gaat het natuurlijk om. Dat we niet bezwijken onder de spanning. En dat, dat er ook niet sprake is van te makkelijke opvatting. Want dan gaat het ook de verkeerde kant op. Dus die spanningsmogen moet precies goed zijn. En als wij het beste uit onszelf halen, dan ben ik tevreden. En dan denk ik ook dat we het betere van het spel hebben. Nou, dan heb ik nog de laatste stand van zaken over de transfer van Lars Veldwijk van Excelsior naar Nottingham Forest. Nog altijd niet officieel beklonken, maar het meeste papierwerk is inmiddels wel binnen bij Excelsior. Veldwijk is in Nederland voor de laatste formaliteiten, maar het lijkt allemaal uiteindelijk goed te komen. Oké, Dennis van Eersel, dank je wel. Dichter en nachtburgemeester Jules Deelder is na 14 jaar terug op Poetry International. Gisteravond was Deelder eregast bij het festival waar hij mede aan de wieg van stond. En het werd een typische Deelderavond. Soms gewort ons, na het zuigen van rook van geneeskrachtige kruiden door holle buizen, bij gunstige planetenstand doorheen het doorgaans zwaar beslagen venster van de geest. Dit is de dichter Jules Deelder, eregast van Poetry in de Rotterdamse Schouwburg. U moet ze gewoon proeven, die jongens van dit. Onbegrijpelijk lekker zelfs. Maar waar smaakt het toch naar? En dit is Deelder zoals iedereen hem kent. Scherp, humoristisch in tv-commercials vol anti-reclame-teksten. Tot op heden de wasmiddelencommercial. Nee, wij gaan van dat nee een ja maken. In het zwart. Ik vind zwart gewoon mooi, joh. Ik had ook zwarte luiers. Door een rot. In de nacht. Zwarte muziek vind ik ook het beste. Als wij uit Rotterdam vertrekken, vertrekken wij van Rotterdam. Hier kun je je wagen tenminste nog fatsoenlijk parkeren. En niet 16 voetbalvelden verderop. Je kan overal gewoon doorlopen. Want wachten, daar hebben wij geen tijd voor in Rotterdam. Zou u met zo'n bril de straat op durven? Ik wel. U niet. En daarom kunt u bij Pearl kiezen. Op een groot scherm te zien in de Rotterdamse Schouwburg. In een hommage aan de Rotterdamse dichter. Die nooit een blad voor de mond neemt. Kijk, je kan ook niet Escobar en Hitler over één kam scheren natuurlijk. Nee. Kijk, als je een rijtje hebt met ook de grote der aarde. En dan komen ze weer hoor. Met de Napoleon en Alexander de Grote. Maar hij staat er nooit bij. We kennen elkaar al heel lang. Er zijn videoboodschappen, fans, bewondering, maar ook een groot dichter heeft zo zijn alledaagse bezigheden en overpeinzingen.
Wat gaat Oranje morgen doen? Spartaan Dilder zou het wel weten. Er staan er een hoop van Feyenoord in. En ik vind dus bijvoorbeeld dat er staan er een hoop. Die Jan Maat en zo, prima deluxe. Maar ik vind die Martins Indy, ik weet niet of die Van Gaal daarop let. Maar die gozer is goed. Hij pakt de ballen van die gasten. Vervolgens plaatst hij. Er is geen enkele paas van die gozer die niet bij een tegenstander komt. Ik denk dat zal die Van Gaal toch ook wel zien. Het blijft een veelzijdig man, Rotterdams eigen nachtburgemeester Gilles Dilder. Kijk, als ik morgen de pijp uit ga, dan kan ik terugzien op een welbesteed leven. Dat dan wel. Lekker vettig, ja. En niet zo zout. Lekker. Echt een nieuwe. Goed, ik fiets zo ook even langs een haringkraam. Maar eerst zeg ik nog even, dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op Rijnmond.nl. En nog een mooie dag verder.